Het rijgedrag van sommige buschauffeurs vormt een groot gevaar voor anderen in het verkeer. Dit kwam weer tot uiting bij het verkeersongeval dat zich de vorige week voordeed aan de nieuw gevonden weg. De chauffeur reed met een veel te hoge snelheid, waardoor hij de controle over het stuur verloor en een tuinman op een erf aanreed. De onschuldige man liet ter plekke het leven. We hebben enkele burgers gevraagd wat ze vinden van het rijgedrag van buschauffeurs. Sanctus. Het is niet om naar huis te schrijven hoor. Het is echt verbreed, man. Zo haastig zeg, weet je. De man is redelijk, de man is, als het ware. Dus dat zou ik hier maar geen rekening met andere mensen. Het rijgedrag van de buschauffeurs zijn heel slecht. Roekeloze rijgedrag van de buschauffeurs. Te stoppen zodanige wijze, stoppen niet waar een bushalte is. Mensen laten instappen en uitstappen zonder bushalte enzovoort. Ja, van de aanrijding wat ik heb gezien vind ik het wel verschrikkelijk, maar tot daar. Niks meer, ik kan niks meer ervan zeggen. Maar waarbij de aanrijdings gebeuren, dat vind ik heel verschrikkelijk en erg. Enkele personen gaven aan dat ze wel eens hebben geprobeerd om de asociale buschauffeurs op hun fouten te wijzen. Maar ze werden gewoon genegeerd. Nou, ik zeg ze wel, maar ik vind nou maar dat ik gewoon taxeren. Weet je? Taxeer vijfreizen, jong. Jong, dat is een haastig. Mijn man kan ofino man te kwam taxi. Ja? Dus dan. Dat praat ik niet meer met ze. Tijdens dat ik hem heel rustig aan de koude tijd, want jullie bismalig is, weet je. Ja, we praten met hun, maar ja, sommigen horen niet of zo. Hij kan niet eraan doen, maar hij is achter de stuur. Maar hij moet matig rijden dat ieder veilig thuis moet zijn of zo. De reacties van enkele burgers over het rijgedrag van chauffeurs van particuliere lijnbussen.